Met de verkiezingsuitslag in de hand installeren Arwai en Logist de Hutu-partij aan de macht. Kayibanda wordt de eerste premier van een voorlopige regering, nog altijd onder Belgische voogdij. Rwanda krijgt eindelijk ook een eigen legertje. De eerste honderden mannen worden getraind door Belgische officieren. Het zijn allemaal Hutu. Logist avait décidé une fois pour toutes, hein, on recrute des Hutus. Que des Hutus. Que des Hutus. Plus tard, on verra. Maar nog geven de Tutsi zich niet gewonnen. Ze bespelen het forum van de UNO veel beter dan de Hutu. Je crois ne pas devoir le répéter, car à maintes reprises, il a été démontré ici comment la Belgique a suscité et soutenu un mouvement raciste pour combattre le nationalisme rwandais. Door de Congo-crisis zit België sowieso in nauwe schoentjes ten opzichte van de UNO. Logist en Kayibanda moeten afremmen. De UNO eist eerst een algemene amnestie voor de brandstichters en moordenaars van de opstand van 59. Onder hen veel gevaarlijke Tutsi-extremisten. Donc il y a eu évidemment la pression de l'ONU qui a été radicale, qui demandait l'amnestie de tous. Et finalement, sauf de les peines de mort, on a accepté cette amnistie, mais pour nous, conseil de guerre, ministère public, officiers de police judiciaire qui avions travaillé pour juger ces faits, nous étions quand même un peu déçus. De UNO vertraagt de Hutu-revolutie. Een opgelegd nummertje vergaderen en verzoenen in Oostende haalt weinig uit. Maar de aangekondigde parlementsverkiezingen worden wel uitgesteld. De Tutsi-partij hoopt nog altijd op onafhankelijkheid zonder verkiezingen. Kayibanda voelt dat de tijd dringt. Il a dû trouver les logistes pour lui expliquer qu'il avait l'intention de faire un coup d'état à Gitarama. Pourquoi Gitarama? Parce que Gitarama, qui est à 50 km de Kigali, c'est là qu'il habitait, quoi. Il avait son fief, donc il était bien entouré, etc. Kayibanda brengt in Gitarama alle gemeenteraadsleden bij elkaar, zogenaamd voor een pacificatievergadering. In werkelijkheid staat er iets groters op het getouw. Ik heb toen gezien dat we tamtam zal spelen. En de tamtams, dat waren tamtams van de koningin moeder, die in Kabgaai woonde. En op een ogenblik heeft dan, wie, dat kan ik natuurlijk nog zeggen, niet zeggen, heeft hij gezegd, voilà, zegt hij, die trommels zijn niet de trommels van de koning, dat zijn de trommels van de republiek. Ik verschoot van mijn eigen, zegt jij. En zegt hij, hebben ze een lied gezongen, het Rwandese volkslied. Dat is ons nieuw volkslied, zegt hij. En dat is onze vlag. Oh, ik zag toen niet dat het zwart gele rood. Ik zeg, oh, dat moest een andere vlag ook. Kayibanda volgt een scenario dat hij met Logist heeft doorgesproken. Het congres van Gitarama roept de republiek uit. Kayibanda en zijn vrienden hebben de Tutsi in snelheid genomen. Donc pour eux, il y avait une urgence de démocratiser des institutions avant l'indépendance. Parce que si on ne le faisait pas, ça serait le Mohamed et son parti qui auraient l'indépendance. Et alors, c'était à mettre en inédit la démocratisation des institutions. De UNO réagit furieus. België krijgt er flink van langs, vooral van de Oostbloklanden. It is very obvious why the Soviet government insists on this vilification of Belgium. It is a very useful smokescreen to cover up its own activities. What Belgium does, it does in the open daylight of every day. The Security Council must finally recommend to the General Assembly to urgently examine the question of the violation by Belgium of the trust agreement concerning Rwanda-Urundi and the deprivation of Belgium of all rights and powers in this trust territory. Zo'n vaart loopt het uiteindelijk niet. De UNO vraagt de Belgen wel om hun voogdij weer ten volle op te nemen tot aan de onafhankelijkheid. De gewestbeheerders zetten zich een laatste keer schrap. Er wordt een nieuwe datum afgesproken voor parlementsverkiezingen. Elke partij krijgt een kleur toegewezen. Logist en zijn medewerkers trekken nu volop de kaart van Kayibanda's partij. Die is rood.
Maar wij hebben niet gezegd aan, ja, openbaar aan die mensen, stem per Mutu. Nee, wij hebben gezegd, je moet democratisch stemmen. En het zijn de Hutu-burgemeesters die gezegd hebben, de kleur van de democratie, dat is rood. En als ze naar de rand de mensen van de NUNO kwamen en die zeggen, ja, je moet zien dat je democratisch stemt. Ja, die mensen die wisten wat dat was, de kleur van de democratie. In de aanloop van de verkiezingen flakkert het geweld geregeld weer op. Tutsi-geweld wordt meteen afgestraft, Hutu-geweld wordt gedoogd. De groep Tutsi-vluchtelingen groeit gestaag. Ze worden samengebracht in kampen. Je voelde heel goed bij de administratie en ook bij het leger een zekere vooringenomenheid tegenover de Tutsis. Dat voelden wij ook. Vooral als wij ter plaatse gingen, dat zagen wij ook. C'est vrai qu'on a été unilatéralement très sévère dans la répression des exactions commises par les Nunars. Tout de suite, on était là avec nos troupes et avec nos territoriaux. Et par contre, on a fermé les yeux sur de nombreuses exactions du Parmiutu, donc de Kayibanda. Parce que Kayibanda avait, je crois, avait quand même ses hommes bien en main. C'est donc qu'il sentait qu'il pouvait le faire, quand il faisait ça. En op zeker ogenblik vroeg ik aan Logist, ja, en dus worden wij genoeg gesteund door Brussel? En Logist zegde mij, luister, als ik naar Brussel ga, dan breng ik altijd verslag uit bij koning Boudewijn. En we doen lange wandelingen in het park, en ik kan u verzekeren, koning Boudewijn steunt het democratiseringsproces. Vlak voor de verkiezingen doet Mwami Kigeri nog een poging om terug te keren. Logist laat hem meteen arresteren en deporteren. Hij zal nooit nog een voet in Rwanda zetten. Een half jaar na de staatsgreep van Gitarama bezegelen verkiezingen de Hutu-macht. Mannen en vrouwen trekken massaal naar de stemhokjes. De Hutu-partij triomfeert. De monarchie wordt nu ook formeel afgeschaft. Guy Logist keek toe en zag dat het goed was. Mais les élections se sont déroulées dans le calme. Dans aucune commune, il y a eu des violences. Les paracommandos n'ont dû intervenir nulle part. Les paracommandos sont intervenus dans un seul endroit. Oui. Et c'était pour canaliser la foule qui était tellement enthousiaste, oui, qu'elle menaçait de faire écrouler le bureau de vote. De verkiezingen zijn verlopen onder UNO-toezicht en de UNO-controleurs geven de Belgen goede punten voor de organisatie. De Tutsi-partij heeft deze keer wel meegedaan en 17% van de stemmen gehaald. Toch gaan de Tutsi-klachten in de UNO nog een tijdje door. Si le Parme Hutu était majoritaire tel qu'il le prétend, pourquoi est-ce lui et ses protecteurs belges auraient-ils encore besoin d'employer la violence? Même dans les pires des dictatures, où on a vu des leaders être tués sans nulle forme de jugement, on n'a cependant pas encore vu, à ma connaissance, le service de l'ordre assassiner dans ses habitations le simple peuple.